Nou ja, ik had gewoon gisteravond gestuurd van slaap wel, ik zie je graag. En hij zo van, ik zie je ook graag. Why can't I just keep on trying as long as I stay in control? Iemand die weet wat hij wil en niet bang is om open te zijn. Ja. Maar voor de rest, geslacht, huidskleur, afkomst, dat boeit me echt geen vak. Dat boeit me echt niet. Waarom is het belangrijk dat wij verliefd zijn of dat we dat gevoel hebben? Misschien zo low-key een keertje zeggen zo van, ja oké, eigenlijk mis ik je wel, maar zo niet, ik kan nooit zeggen, dat is echt niet zo. Dat kan ik ook niet, dat voelt me echt zo, gewoon niet op mijn gemak, want in het echte leven ga ik ook nooit zo zeggen hoe ik me echt voel. Snap je, ik ben een open boek, maar eigenlijk ben ik echt geen open boek. En mensen die me echt goed kennen weten. Gewoon vooral zorgen dat je nog altijd jezelf bent. En dat je niet te veel verandert voor de andere persoon. En als je verandert, alleen maar op een goede manier en niet op een slechte manier. Ook al hou je ervan. Ze had het al één keer uitgemaakt met mij. En dat was zo wat minder omdat ik niet zo super lang bezig was. En dan vroeg ze om opnieuw te proberen. En dan heb ik gezegd van ja, iedereen verdient een tweede kans. En dan 2 maanden daarna was ze weer al niet meer. En dan had me dat echt wel pijn gedaan, omdat ik haar nou altijd graag zie. En altijd als ik haar op school zie, dan voel zoiets in mijn hart of in mij dat zo iets raakt. En dat is wel beu om haar elke keer te zien en te weten dat zij niks meer met mij wil te maken hebben of niet met mij wil zijn. Niet zoveel serieus en eigenlijk, maar ik heb wel... Deze is nog wel een serieuze relatie voor mij. Mijn vorige relatie was ook... wel vriendjes. Maar ik heb er echt wel veel gehad. Maar ik kan ze niet tellen, nee. Dus we lagen samen in bed en er stond muziek op. En ja, ik ging daarvoor en ik kuste haar en hij kuste mij terug. En dat was de eerste keer dat ik deftig... had gekust met een meisje. Ik zag die en ik dacht zo van, ik ben over die en dan zag ik die en dan was ik helemaal zo geswitcht. Dus ik helemaal zo van, oh, ik ben nog niet over die en zo. Dat was zo leuk, dat was echt het allerleukste moment. Dat feestje dat ik die zo terugzag na een maand en dat ik echt zo besefte van, oké, waarom maak je het zelfs uit? Dat is gewoon zo. Daarom is het een crush, hè? Nee, ik heb de ballen niet om te sturen. Dat ga ik niet doen. Ik denk dat daar niet echt een tijd op moet worden geplakt van na 3 maanden mogen we seks hebben of na 1 week mogen we elkaar aanraken. Ik denk dat je dat zelf al bepaalt, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat dat niet geforceerd overkomt. Maak je alsjeblieft geen zorgen, er is niet per se een probleem. En dan zeg ik zo per se. En dan zeg je, ah babe, pak me niet op mijn woordkeuze. En dan, maar dan hebben we eigenlijk gewoon gepraat en nu is het goed. Ja, we waren alleen bij mij thuis. En zij was zoveel wat gestrest, want ze was aan zijn broer en zo. Maar wat zij daar nu ook zegt, is dat ze het leuk vond dat ik zo heel rustig was. Dat ik zo was, oké, ja, we gaan even naar de douche. Rustig. echt bestaat, ware liefde. Als je dan iemand kwijtraakt waar je van dacht dat dat ware liefde was, dat die dan weggaat en dat je dan toch nog iemand anders vindt, dat je ware liefde kan geven. Dan voel ik me gelukkig. Dan voel ik mij meer op mijn gemak, zeg maar, denk ik. Ja, wij kussen ongeveer iedere dag 30 keer of zoiets. 20 keer. Dat is iedere dag sinds dat wij samen zijn.